Great Yonder is eigenlijk ontstaan vanuit de passie die ik heb voor Hongarije. Dat heeft zich uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het kopen van een klein boerderijtje ergens op de Pusta. Zonder elektriciteit, waterpomp die het er nauwelijks deed. Zonder buren, gewoon een zandweg 2 kilometer het bos in. Daar woon ik als een soort zonderling. En toen kwamen vrienden bij de Pusta, het dorp waar de Great Yonder plaatsvindt. En ik kwam hier en het was een waanzinnige plek. Eigenlijk nog vrijdag bij Boedapest, een uur rijden. Die vrienden van me hadden het idee, waarom kopen we niet als vriendengroep hier allemaal een huis? Want het zijn 20 huizen. En dat heb ik gedaan, maar zij niet. Dus ik zat hier in mijn eentje. Toen zijn we echt begonnen met een plan te maken. Alle huizen opkopen, alles opknappen. En één huis met een bar en een zwembad ernaast. Ik bedoel, het werd steeds toffer en toffer en het groeide. En uiteindelijk heeft het geresulteerd in wat Bed de Pusta nu is. Great Yonder is een festival, maar ik heb wel moeite om het een festival te noemen, want het is eigenlijk meer een kruising tussen een retreat en een internationaal dorpsfeest. Wat ik probeer te realiseren met de Great Yonder is dat artiesten kunnen doen wat ze willen, zelf de planning maken, zelf eigenlijk helemaal vrij zijn in wat ze willen brengen. Dat werkt zo dat we hebben een bord neergezet waarbij de artiesten zelf schrijven van bijvoorbeeld Diederik Nonde en Douwe Bob. Die hebben hier een nummer net geschreven en dat gaan ze presenteren. En dan kiezen ze zelf een locatie die ze leuk vinden en een moment in de dag dat vrij is. Dan schrijven ze op van zo en zo laat, hier en daar. Dan gaan wij een nieuw liedje presenteren. Took it home. I would not leave that bird alone. I opened up the windows wide until one day it flew outside. It sang a song I never knew. I hope someday I'll sing my own. I want you to know the shape I'm in. Goede dingen uit de stad in combinatie met het platteland. Dat was ook het idee wat Elroy had. Ja, ik vind het wel heel erg geslaagd. De artiesten die hier komen en de sprekers, de schrijvers, die zijn zeg maar het gereedschap om die mensen bij elkaar te brengen. Dat is een heel mooi concept en dat past ook heel erg bij deze plek. Het is niet alleen maar knallen, maar het gaat ook nog ergens de diepte in. Ofwel muzikaal of intellectueel met sprekers en schrijvers. Dus ja, ik denk dat zijn opzet daar wel in geslaagd is. Ja. Muzikanten zijn veel gewend om zeg maar achter een scherm plaats te nemen en dan op zich voor te bereiden en dan op een podium te stappen. En dan is het publiek daar en dan staat de artiest daar op een verhoging en dan stap je weer af. En dan, je bent altijd best wel beschermd, maar hier loopt iedereen alles door elkaar heen. Dat is aan de ene kant voelt dat een beetje onveilig, omdat je denkt van ja, maar zo meteen moet ik dus op het podium iets doen. Maar ik vind hier dus helemaal niet erg, want het is gewoon, iedereen is gewoon heel relaxed en daardoor is het gewoon eigenlijk heel erg leuk. Er is
zo voelt het een beetje als de droom die ik heb van 19e eeuwse reformisten die terug naar de natuur gingen. Kunstenaars vanuit de stad met allerlei ideeën die lekker gingen chillen. Niet gestrest in de stad proberen iets te maken, maar gewoon even tot jezelf komen en even kijken wat er gebeurt. En eigenlijk is de Great Yonder daarom ook één groot experiment. Ik wist van tevoren ook gewoon niet wat er ging gebeuren. Maar ik ben heel erg blij met wat er gebeurd is. Het is echt gek.